Hallo beste kijkers. In dit filmpje gaan we eens kijken naar de twee basisvormen die we hebben om een doorsnede te maken. Het is vaak interessant om doorsneden te maken van de interne bouw van organismen te leren kennen. En dat ga je natuurlijk niet doen met een levend dier, dat is dierenmishandeling. Maar we hebben soms de beschikking over dode dieren of we hebben de beschikking over een scanner waarmee we bijvoorbeeld in het ziekenhuis van allerlei processen die in ons lichaam spelen ook scans kunnen maken. En daar kan je natuurlijk ook heel veel op zien en daar kan je ook doorsneden mee maken die je op een computerbeeldscherm kan laten zien. Als je nou een dier van neus tot staart, dus helemaal zo, gaat doorsnijden, dan heb je een lengte doorsnede gemaakt. Hoe je snijdt bepaalt dus ook gewoon hoe je het noemt. Dus ga je een dier in een lengte doorsnijden en voor een flatgebouw zou dat dan van boven naar beneden ook zijn, heb je dus een lengte doorsnede gemaakt. Ga je een dier ergens dwars door midden snijden, van links naar rechts, dan heb je dus ook een dwars doorsnede gemaakt. Die twee vormen zijn de basisvormen. Je hebt natuurlijk ook allerlei tussenvormen van schuin en dat soort dingen. Maar we gaan nu vooral even oefenen met deze twee basisvormen. En kijken we bijvoorbeeld eens even naar een molen. Dat is natuurlijk geen organisme, maar ook die kan je natuurlijk doorsnijden. Als je er een architectonische tekening van wil maken, hoe die gebouwd is van binnen. Nou, deze molen is duidelijk van boven naar beneden doorgesneden. En dan hebben we het dus over een lengte doorsneden. Als je kijkt naar deze tand, die is natuurlijk ook gewoon van boven naar beneden doorgesneden. Dit is onze lengte, dus als je hem zo doorsnijdt, heb je ook bij deze tand over een lengte doorsneden. En je ziet, je kan allerlei interessante dingen over de bouw van de tand en hoe die in de kaak is geplaatst aan zo'n plaatje leren. Hier zie je een doorsnede van een bovenbeen, ook daar is allerlei interessante dingen aan te zien. Daardoor die ronde vorm merk je al dat die van links naar rechts is doorgesneden. En dus dat dit een dwarsdoorsnede is. Je ziet bijvoorbeeld een dijbeen, je ziet een aantal slagaders en aders, je ziet allemaal spieren, je ziet er huid omheen. Hartstikke interessant. Allemaal dingen die je van buitenaf niet kan zien, maar in zo'n dwarsdoorsnede wel. En om een compleet 3D-beeld te maken, zou je dan natuurlijk ook een lengtedoorsnede willen hebben. En hier hebben we bijvoorbeeld een stukje lengtedoorsnede van het allerbovenste deel van het dijbeen en een stukje van het heupbeen waar dat in zit. En hier kan je dan bijvoorbeeld weer goed aan zien hoe zo'n gewricht werkt. Je ziet hier de kop van het dijbeen die in het heupbeen valt, waardoor je zo fijn met je benen kan draaien. Je ziet hier ook allemaal beenbalkjes die voor de versteviging zorgen. Dat bot is niet helemaal massief, dan zou het heel erg zwaar worden. En op deze manier is het net zo stevig en is er toch ook ruimte voor allerlei andere dingen die wat lichter zijn. En bijvoorbeeld voor beenmerg. Een microfoon heb ik even als anders voorbeeld. Want er zijn natuurlijk ook mogelijkheden dat je het heel spannend met allerlei tussenvormen gaat doen. Hier zie je de microfoon gedeeltelijk in de lengte doorgesneden. Dat mag je wel zo de lengte noemen. Maar je kan ook weer een aantal aspecten van de dwarsdoorsnede zien. In ieder geval is het zo getekend dat je ook van de dwarsdoorsnede wel iets meekrijgt in deze tekeningen. Dat is natuurlijk interessant gedaan. Het is dus niet echt een lengte doorsnede. Voor een deel maar ook niet echt een dwarsdoorsnede. En hier hebben we dan een vogelbot. Ja, dat is ook een ingewikkeld, want je moet weten wat voor een bot het is om te kunnen bepalen of het een lengte of een dwarsdoorsnede is. Het zou een lengtedoorsnede door een plat bot kunnen zijn, maar ook door een langwerpig bot, zoals in het been van een vogel of in een vleugel, zou dat ook een lengtedoorsnede kunnen zijn. Dus hiervan kunnen we eigenlijk niet in één keer zeggen wat voor soort doorsnede het is. We moeten weten welk bot het omgaat. En tenslotte hebben we dan nog de romp van een mens. Je ziet ook deze is van links naar rechts doorgesneden, ongeveer op deze hoogte. Want je ziet onder andere een hart zitten, je ziet longen zitten, je ziet een ruggenwervel met het wervellichaam en uitsteeksels. En hier het gat in waar het ruggenmerg doorheen loopt, borstbeen enzovoort. Ook hier is natuurlijk weer van alles aan te zien. En als dit een medisch plaatje was, dan zou je er misschien aan kunnen zien of er dingen in die borstholte niet in orde zijn. Nou, dit was in het kort over lengtedoorsneden en dwarsdoorsneden. Tot de volgende filmpje maken.